We beginnen met de nieuwe federale regering, want de vier partijvoorzitters zijn deze morgen uit elkaar gegaan na een hele nacht onderhandelen zonder een akkoord over de verdeling van de bevoegdheden. Het is geen onoverkomelijke zaak, horen we, maar de partijvoorzitters zullen elkaar pas opnieuw ontmoeten na de partijcongressen van vanavond. De tekst van het federale regeerakkoord is rond. Er moet nu nog een beetje alles netjes op een rij gezet worden. En er zijn nu nog een aantal kleinere dingen die nog moeten besproken worden. Zo klonk het gisterenavond om 11 uur, na 10 uur vergaderen. Het regeerakkoord mag dan wel rond zijn. Wie welke ministerpost krijgt, daarop is het dan nog wachten. En ook vanmorgen, na een hele nacht onderhandelen op het partijbureau van de MR, is er nog geen witte rook. We zijn bezig, hè. We zullen vanavond wel verder zien. Ook voor Steven van de Put, die bij de N-VA nadrukkelijk genoemd wordt, is het dus nagelbijten. Vorige week ging hij het onderwerp in onze studio nog uit de weg. Een regering waar u als minister deel gaat van uitmaken, daar gaan we vanuit. Welke bevoegdheid krijgt u? laat ons ervan uitgaan dat we op dit moment vooral moeten gaan voor een regeerakkoord waarin het inderdaad mogelijk is die competitiviteit terug aan te zwengelen en ons budget onder controle te krijgen en de mensen die het nodig hebben te ondersteunen. En dan zullen we wel zien wie op welke manier daar postjes kan invullen. Van de Put is de hoop van Limburg. Hij zou onze enige Limburgse vertegenwoordiger worden in de regering Michel. Van de Put kan rekenen op de steun van de volledige Limburgse afdeling en de partij kan moeilijk om hem heen. Maar met Bart De Wever weet je nooit. Van de Put verkiest er in deze cruciale uren dan ook voor om te zwijgen. En dat is heel begrijpelijk. Vorige week formuleerde hij het, na aandringen van ons, zo. Dat is een standaard antwoord. Gaat u volgende week de eet afleggen? Dat is een standaard antwoord, maar dat is ook mijn antwoord, meneer Moons. Ik ben in de politiek gestapt vanuit het ondernemerschap. Vooral om op dat niveau iets te ondernemen om voor mijn kinderen een betere toekomst te maken. Wel, het is die rol die ik wil vervullen en op welke manier dat ik dat kan doen, dat zullen we wel zien in de toekomst. Wat we nog vernemen is dat CD&V niet absoluut de post van financiën claimt. Koen Geens zou dus mogelijk op sociale zaken komen. Johan van Overtveld van de N-VA op financiën.